Volle overtuiging weer kunnen gaan vervullen. Dus dit was de weg die zijn we ingeslagen. En is dat dan de meest slimme weg? Nou, dat was wel op dat moment de enige mogelijkheid. En bij de laatste begrotingsbehandeling is er ook geen ruimte gevonden om nog eventjes dit soort geld structureel in de begroting op te nemen. Meneer Geerding, nummer 2 op de lijst van CDA. Ja. Hoe kwam dat zo? Nou, ik heb mij beschikbaar gesteld voor deelname aan de raad. En het bestuur van het CDA heeft daar een keuze in gemaakt. Die hebben besloten mij op positie 2 te zetten. Nou, dat is niet niks. U komt eigenlijk van uit het niets en dan zo in één keer op 2. Heeft dat een reden? Hebben ze plannen met u? Nee, voor zover ik weet niet. Ik heb gewoon meegedaan in de hele race en ze hebben mij op 2 gezet. De overwegingen van het bestuur, die weet ik niet. Ja, ik dacht dat u misschien in aanmerking zou komen om eventueel wethouder te worden. Maar ik heb geen enkele ambitie om wethouder te worden. Ja, dat lijkt me ook een beetje lastig, want dan zou u met uw vroegere collega's weer in de slag moeten. Ja, nee, maar dat is ook niet aan de orde. Ik heb die paar jaar dat ik hier, of 6 jaar, die met veel plezier gemeentesecretaris ben geweest, heb ik me voor de stad in kunnen zetten. En ik vind het nu ook lang genoeg geleden geweest om me nu op een andere manier voor de stad weer in te kunnen zetten. Dus ik ben heel blij dat ik een kans krijg om dat in de gemeenteraad te doen. En heeft u daar tijd voor? Ik maak daar tijd voor. Tijd is altijd prioriteit. Hè. Je kan zeggen, ik heb nergens tijd voor, maar hier heb ik tijd voor en hier ga ik ook zeker tijd voor maken. Mag ik vragen wat u dagelijks doet? Ja, ik ben in het dagelijks leven tegenwoordig, zoals dat zo mooi heet, interim manager in de zorg. Wat ik probeer te doen is bedrijven waar het niet zo goed mee gaat, om die weer een beetje uit met name de financiële of organisatieproblemen te halen. Mooi. Wat verwacht u? Hoeveel mensen komt het CDA in de raad? Nou ja, we moeten natuurlijk mikken op zijn minst behoud van de zetels en misschien er eentje bij. 6, 7 zetels zou mooi zijn. Daar wens ik u veel succes mee. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Okay.